Een hele goede avond. Welkom vanuit een bijzonder regenachtig Tilburg. Welkom in het Koning Willems II stadion voor de wedstrijd tussen Willem II en de Graafschap. Het midweeks belegde trainingskamp in voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen de Graafschap werd vrijdag afgesloten met goed nieuws. De terugcommissie van de KNVB sprak Arjan Swinkels vrij van de schorsing voor de rode kaart die hij tegen VVV opliep. De aanvoerder stond vrijdagavond dus gewoon in de basis bij Willem II. Ja, ik denk, ik ben heel blij dat die wedstrijd, of die schorsing in ieder geval geseponeerd is. Ik denk ook terecht. En ik had het ook wel heel zuur gevonden als ik deze ook nog had moeten missen voor iets wat ik gewoon niet opzettelijk deed. En ja, er werd net ook al gevraagd, is het gerechtigheid? Nou ja, in die zin wel, maar neem natuurlijk niet weg dat je die wedstrijd van vorige week, dat je die verliest. En, maar daarom ben ik wel heel blij dat deze... Dat nu uiteindelijk de terugcommissie ook besloten heeft om die schorsing te seponeren. Met Nicky Maapa weer op doel begonnen de tricolores nog vol goede moed aan de wedstrijd. Maar vanaf de aftrap werd met de minuut duidelijker dat er van goed voetbal niet veel terecht zou komen. Ruim 10 minuten in de tweede helft vond scheidsrechter Erik Brama het genoeg. Na overleg met beide aanvoerders en trainers werd de wedstrijd gestaakt. Kijk eens hoeveel moeite Jongsleger heeft met de omstandigheden. En Brama... gaat nu naar zijn vierde man toe. Aan de ene kant denk je hartstikke jammer, want Willem II heeft zich veel voorgesteld. Het is een thuiswedstrijd tegen Graafschap en hartstikke jammer dat je dan moet stoppen uiteindelijk. Aan de andere kant denk ik dat scheidsrechter hele goede argumenten had en ook een aantal spelers gaven diezelfde argumenten aan. Dan is het heel raadzaam om te stoppen. Na rust wil je eigenlijk doorzetten en dingen compact houden, maar ja, als je dan naar buiten komt denk je van ja, de voorspelling dat het na 9 uur droog zou worden, die was er niet, dus het werd alleen maar gek. Toen we na de rust het veld opkwamen, ja, toen lag er hier op de voorkant lag al zoveel water, ja, die zag je gewoon al liggen en ja, ik denk dat je na 5 minuten al door had van dat de ballen helemaal niet meer rolden. En ja, dan is het geen voetbalspelletje meer. En ik denk dat het dan ook, als je een sliding inzet met de beste bedoelingen, dat het zomaar heel verkeerd uit kan pakken. En dan zouden er dus wel en blessures kunnen komen of onnodige kaarten. Dus ik denk dat de scheidsrechter de enige juiste beslissing heeft genomen. Hoe zuur dat misschien ook mag zijn voor vanavond. Ik denk dat we deze dagen wel gaan horen wat en wanneer ze het over willen doen. Of en welk deel van de wedstrijd. Dus ja, het is voor ons ook een beetje afwachten wat de KNVB besluit. Het wachten duurde tot maandagmiddag. De KNVB besloot toen dat het duel wordt uitgespeeld op woensdag 24 november. Wordt vervolgd dus.